Hallo stelletje roetveegpieten, ik ben het, Sinterklaas. En welkom bij een speciale Sinterklaas special van de Old School Flash Games. Vandaag ben ik niet op mijn thuisbasis, spelen.nl. Nee, vandaag ben ik op Sinterklaasjournaal.nl. Ze hebben namelijk een hele categorie van... Spelen. Spelen, dankjewel Diewertje Blok. Geef je verlanglijstje door. Nee, dank je. Het is een beetje laat daarvoor. Het is vandaag 5 december. Maar leuk geprobeerd. Ze hebben op deze website een heleboel crappy Sinterklaas Flash games. Ik heb er net eentje geprobeerd, namelijk Pepernoten Pong. En ik moet zeggen, hij is best leuk. Het is gewoon best geinig gedaan. Sinterklaas heeft heel even tijd en wil Pong met je spelen. Laat de pepernoot niet van de tafel rollen. Het is letterlijk gewoon Pong, maar dan met de hand van Sinterklaas versus de hand van Zwarte Piet. We weten niet of het een roetveegpiet is of een Zwarte Piet. We zien alleen de hand. Heel racisme en de hele discussie is hiermee hartstikke vermeden. Voor de rest vind ik de Sinterklaasjournaal muziek ook wel geinig erbij gedaan. Voor de rest heb ik een hoop interessante Sinterklaas feitjes. Ten eerste, Diewertje Blok is 8 augustus jarig. Dat is ook mijn verjaardag. Ten tweede, ik kwam er vandaag achter dat Amerigo, het paard van Sinterklaas, komt aan zijn naam. De eerste keer dat een paard werd gebruikt bij een intocht was dat namelijk een politiepaard. En een politiepaard heette bij de politie al Amerigo. En zo hebben wij de naam gehouden. Volgende Sinterklaas feitje. Hoe komt Amerigo eigenlijk op de daken? Ik heb geen idee. De wetenschap is er nog steeds niet over uit. Dat is het Sinterklaas feitje. Hoe komt Zwarte Piet via de schoorsteen binnen? Terwijl de meeste huizen geen schoorsteen hebben. Hij kan ook teleporteren en heeft een sleutel die op iedere deur kan. Wat eigenlijk echt compleet illegaal zou moeten zijn. En die sleutel zou best wel achter slot en grendel moeten. Achter een ander slot wat niet met die sleutel opengemaakt kan worden. Dan als een crimineel de sleutel heeft waarmee je alle huizen binnen kan, wordt dat niet heel erg gewaardeerd. Er is ook heel veel gezeik, geloof ik, met de FBI en dat soort dingen die een telefoon in beslag nemen van een terrorist. En die proberen dus in die telefoon te komen, maar die telefoons zijn supergoed beveiligd. Dus dan gingen ze naar Apple toe van, yo Apple, mogen wij in de telefoon? Kunnen jullie ons helpen met die telefoon kraken door het beveiligingssysteem heen te komen? Toen zei Apple, we kunnen heel makkelijk een programma schrijven dat die veiligheid kan kapotmaken. Maar het probleem is, als je die veiligheid kapot kan maken en dat programmaatje komt uit, kan iedereen alles kapotmaken. Net zoals dat Sinterklaas mij kapot maakt in dit potje pepernotenpong. Ik bedoel, die gast is oud, but he does know how to pepernotenpong. Voor de rest, ik heb het vorig jaar ook al verteld, maar het is een van mijn lievelings Sinterklaas feitjes, omdat ik het nooit wist. Amerigo heet in België niet Amerigo. Hij heet namelijk slecht weer vandaag. Of was het goed weer vandaag? Of was het slecht weer vandaag? Want Sinterklaas vroeg, hey Piet, hoe moet ik mijn paard noemen? En toen zei de Piet, die verstond Sinterklaas verkeerd, zei, slecht weer vandaag Sinterklaas. En daarom heet het paard daar slecht weer Sinterklaas. Hij heeft twee verschillende namen, in twee verschillende landen. Ik heet in Mexico dan ook Ricky. Oké, laten we doorgaan naar de volgende pepernoten gerelateerde game. Geef je verlanglijstje door. We kunnen knipachtergrond doen. Het is, kies voor printen en sla de afbeelding op om hem in te stellen als achtergrond op je computer. Wat is dit? Waarom? Wat? Oké, nou. Dat was ook niks. We hebben hier snoepjes vangen. Het zal wel basic as fuck minigame zijn, maar daar zijn we hier voor. Voor de basic as fuck minigames. Snoepjes vangen is die goede shit. Het regent snoepjes. Vang ze op en gooi ze in de loods. Maar pas op, vang er niet te veel, dan wordt het te zwaar. Oh, dus ik moet goed mijn best doen, maar ook weer niet... Oh, je moet ze waarschijnlijk opslaan telkens of zo. Level 1. Kom maar door. Oh, je moet echt huppelen. Oké dan. Ik heb nu echt meteen zin in pepernoten. De zakken pepernoten met ook nog eens van die snoepjes erbij. Dat zijn de echte pepernoten die ons beloofd zijn. Dat zijn goede pepernoten. Deze minigame is leuk. Ik heb geen idee of het echt nieuwe Flash games zijn. Meestal worden die Sinterklaas Flash games ieder jaar gewoon gerecycled. Oh shit, ik giet te vroeg. Oh. Oh, voor mij is mijn stapel al te groot, of niet? Oh shit, dump ze. Een pepernootje. Een kruidnootje eigenlijk. Ook goed. Kom maar in mijn armpies. Oh, dump hem er maar in. Hotse idee. Zak van Sinterklaas. Sinterklaas. Oh, zak van Sinterklaas. Oh jongens, wat een baas. Ik heb het andere Sinterklaas feitje al verteld in een Mario Odyssey video. Ik geloof aflevering 5.
Maar het is heel relevant nu met Sinterklaas. Ik ga het stiekem gewoon nog een keer vertellen. Het feitje is namelijk dat het idee van je schoen zetten is echt al reten oud. Vroeger zetten mensen hun schoen in de kerk. Alle armen zetten een schoentje in de kerk. Dan gooiden de rijken money in die schoentjes. En vervolgens werden die schoenen dan de volgende dag gecheckt. En het geld in die schoenen werd verdeeld onder alle armen. Het was gewoon een cadeautje van de rijken naar de armen. Dat was eigenlijk het originele je schoen zetten. Toen zei iemand toen dat in die video, kreeg ik in de reacties. Ja, maar Rick, dan kan je toch gewoon 1000 schoenen neerzetten en fucking rijk worden. Nee, want het geld wordt dus verdeeld. Als de ene schoen niks in zit en de andere schoen heel veel. En ik ben bijna dood. Wat een zwaar leven. Het pietenleven gaat ook niet over rozen, zie je maar weer. Spel over. Oh. Heel zielige. We hebben hier een spelletje dat heet Zielepiet. Hier is gewoon een kleurplaat met een piet. Ik ga de piet tot een smurf maken. Oh shit. Het is gewoon echt kleuren. Ik dacht dat je zeg maar op een vakje mocht klikken en dan wordt hij een kleur. Nee, nee. Het is echt gewoon dit. Wauw, Zielepiet. Fuck jou, Zielepiet. Brand. Zet op de achtergrond dit hele gebouw nog even in de fik. Zielepiet, de arsonist. Zielepiet, de pyromaan. Wauw, Zielepiet, wat heb je gedaan met dat gebouw? Het is helemaal in brand, Zielepiet. What the fuck? Ik wil gewoon naar Spanje. dit is wel een beetje zielig, Piet. Ja, dit is wel redelijk sneu. Oeh, we hebben hier een spelletje dat heet Geheimtaal. En je moet het printen. Laat maar. We hebben hier een spelletje dat heet Dakpanpanari. Wauw, dat rolt lekker je mond uit. Dakpanpanari. Try saying that 31 keer fast. Voor mij is de muziek heel hard trouwens. Maar dat maakt niet uit. Er zitten chocoladeletters vast tussen de dakpannen. Tik er zoveel mogelijk los met de pepernoot. Oh, oké. Met de pijltoets. Oké, dan. Ik sta hier voor open. Ah, het is dat spel. Dat is leuk. Echt leuk hoe ze... dat is echt leuk. Ik vind het echt lachen, man. Jeetje, Sinterklaas.nl is the shit. Alle kinderen en volwassenen kunnen hier hun heil halen. Dit is een leuk spelletje. Ik had het vroeger op mijn mobiel, op mijn Blackberry, man. Dat ik deze shit, dat je van die blokken kon breken. Het is al veel ouder dan dat, hoor. Maar ik had het op mijn Blackberry. Ja, dan moet je toch wat. Je hebt een Blackberry, je leven is al zwaar genoeg. Precies. Voor de rest, over chocoladeletters gesproken, wil ik jullie één chocoladeletter feitje geven. Ik moet even waarschuwen, ik heb dit feitje geleerd in groep 7 van mijn toenmalige meester. Geen idee of hij gelijk heeft. Als je in groep 7 zit, heb je respect voor je leraren. Hartstikke positief iets, maar misschien lult hij wel gewoon gigantisch. Hij vertelde mij dat de minst gemaakte chocoladeletter, en eigenlijk ook daardoor de minst verkochte chocoladeletter, is de letter Q. Hij beweert dat de chocoladeletter Q de minst gemaakte chocoladeletter is. Omdat er gewoon weinig mensen zijn met een Q in hun naam. Ik was ook een beetje aan het nadenken. Welke namen ken ik met een Q? Quinn, Quincy, Quinten. Eigenlijk iedere naam met een Q die ik ken is QC. QC is de enige naam die begint met een Q die niet Quinn in het begin, Quee in het begin heeft. Dus ja, voor de rest. Ik had toevallig met doppelen 2 chocoladeletters gewonnen. Ik heb een Z en een Q. Dus hey... I am the 1%, weet je wel. Die chocoladeletters die niemand hoeft, die afgedankte troep. Ik neem ze wel op me. Ik ga denk ik wel kap met deze game. Het was meer het hele idee van deze video is eigenlijk zoveel mogelijk geinige Sinterklaas games laten zien. Wel een zieke combo. Check mij Sinterklaas. Zie me die combo. Precies. Ik wou net zeggen, ja. Hartstikke mooi. Pling, 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 pling. Plonk, 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 plonk. Dit soort YouTube video's, ja, sorry dat ik dit maak. Het werd aangeraden. We worden dat geadviseerd om als YouTuber een beetje op trends in te haken, weet je wel. Nu is Sinterklaas trending topic. Het is logischer om nu een Sinterklaas video te maken dan in de zomer. Aan de andere kant, je bent op Serpent Gameplay, dus... De kans dat ik gewoon midden in de zomer een Sinterklaas video maak. Dat was het 2 jaar geleden. Toen ging ik met Sinterklaas voor mij een Pasen spelletje spelen. Er is geen logica op dit kanaal, is wat ik probeer te zeggen. Sint. Nice. Volgende game. Wat een pech. Wat een pech. Dankjewel, Sint. Je beter, hè? Nee.
Eens even kijken. We hebben hier pakjes rapen. Ik vind het trouwens wel fijn hoe al deze games in eenzelfde stijl zijn. Iedere keer die papernote met die playknop, lekker muziekje eronder, hetzelfde fontje. Gewoon heel Sinterklaasjournaal.nl voelt gewoon als één warm geheel. Voor de rest, al die Sinterklaasmuziek. Ik heb tot nu toe, tot vandaag, nog geen Sinterklaasmuziek geluisterd. Behalve bij video's waar ik het voor de grap onder heb geplakt. Ik kom toch wel redelijk in de Sinterklaasfeer daardoor. Gewoon zo oldschool, al die liedjes, man. Door de storm zijn de pakjes aangespoeld op het strand. Help jij met oprapen? Pas wel op waar je loopt. Want anders? Oké, we gaan even kijken. Het spijltje naar boven en naar beneden. Level 1. Nice. Oh. Oké, dan je huppelt gewoon tussen al deze dingetjes door. Oké, dat is prima te doen. Het is wel oké. Niet de beste game die ik tot nu toe heb gespeeld. Maar het is beter dan Zielepiet in ieder geval. Zieke skills. Oh, je kan ze niet eens allemaal pakken. Dat doet me pijn. Ik wil dat alles kunnen pakken. 100% scoren. Maar je kan niet op twee lijnen tegelijk zijn. Ik ben een hoop dingen. Maar ik ben niet tijdreispiet, vrees ik. Tussendoor. Nee. Pof, dood. Hele level opnieuw. Jeetje, wat een leven. Ah, maar heer Sinterklaas. Doei. Bam. Neem me mee naar de diepste krochten van de hel. Deze game. Nee. Doolhof dan maar. Ook printen. Wat? We hebben hier nog pakjes schudden. Straks is de mobiele game. Shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Pakjes schudden. Hit me up, duwtje blok. Oh nee. Sommige pakjes zijn leeg. Schud de pakjes om te horen of ze vol zijn en stop ze in de zak. Laat ze niet kapot vallen. Oh? Dat zullen we even zien dan. Je moet op heel hoog tempo dus schudden en plaatsen. Dat is wel leuk. Leeg hoor. Die is leeg. Hotskidee. Oh, cadeautjes. Chill. Ik hoop dat het breekbaar is. Leeg. Ik ben benieuwd als je zeg maar bij level 10 bent of het dan een beetje uitdagend wordt. Of dat je altijd een beetje blijft hangen op dit niveau. Het is wel geinig gedaan. Het is wel leuk als je nog eens op kleur moet sorteren. Wow, wat zit daar in? Een cavia of zo. Fuck yeah. Ik zie je bij level 10. Boom shakalaka. Ik moet zeggen, op hoger niveau en hogere snelheid is het nog best wel leuk om te doen, dit spel. Ik ben nu pas bij level 4 of 5, maar het gaat nu in ieder geval wel een stuk sneller. En ik hoop dat zo meteen echt 3 pakjes tegelijk in de lucht hangen. We zullen het zien. Boom shakalaka. Het is oprecht best een leuke minigame. Was erop aan het haten, maar het is best geinig. Fuck. Shit. Je moet echt goed luisteren. Level 8. Ik wil level 10 halen. Fuck. Nee. Oh kut. Ik dacht dat die leeg. Oh, level 8. Het werd in één keer heel moeilijk. En de muziek blaasde er volop doorheen. Het is echt moeilijk om te horen of ze nou leeg zijn of niet. Wel een leuk spel. Oké. Het is tijd voor Sinterklaas Memory. Boom, shakalaka. Boom, dat is die wat je blok. My actual mom, yes. Heel goed. Pats. Heel goed. Oh, die heb ik nog niet gehad. Oh. Heel goed. Oh. Heel goed. Dank je. Ik ga niet eens de hogere moeilijkheden proberen. Het lijkt nu alsof ik heel goed ben. Ik wil niet eens naar moeilijkheidsgraden, joh. Dan moet ik dingen gaan onthouden. Maak printscreens. Schrijf op waar alles ligt. Ik had vroeger Bassie en Adia memory en die shit is lit. Nu heb ik Serpent Gameplay memory. Die shit is litterderder. Nou, geinig spelletje in ieder geval. Redelijk duidelijk. En als laatste spelletje wil ik met jullie wat Pieten Trefbal gaan spelen. Ik ben benieuwd naar deze game. Trefbal is wel lachen. Oh nee, het zijn roetveegpieten! En zwarte pieten. Wat een wereld. De pieten spelen trefbal met pepernoten. Tuurlijk. Want ze mikken ook op jou. Zorg dat je hen het eerst raakt.
Maar spelen met eten is nooit goed. En pepernoten zijn veel te klein om trefbal mee te spelen. Er zijn problemen hiermee. Je moet iets met je muis doen. Moet ik ze vangen met mijn muis of zo? Wat? Auw. Mijn gevoelens. Het zijn gewoon een hoop zwarte pieten die shit naar mijn kop gooien. Wat moet ik doen? Oh, ik moet gewoon op ze gooien. Oké. Okay. Zodra ze dus op mij gooien, moet je gewoon op ze klikken of zo. Fuck jou. Hey. Dacht het niet, vriend? Ja, je moet gewoon op pieten klikken die irritant aan het doen zijn. Nee! Ga weg! Nee! Stoute Piet! Nee! Oh, een rotspel is dit, zeg. Ik vind dit spel heel racistisch en aanstootgevend, trouwens. Ik dacht, ik noem het even op. Nee, het is niks voor mij, dit. Laat maar. Ik heb hier echt geen behoefte aan, gewoon. Auw! Hey! Kut! Oké dan, ik ben redelijk uitgekeken op de games. Gelukkig hebben ze ook nog de categorie zingen. Oké, dan wat zullen we doen? Zullen we Ziegins komt de stoomboot doen met z'n allen? Zing mee, lekker thuis. Hit me up! Yes! Wauw. Ziegins komt de stoomboot uit. Oh shit, ik loop helemaal mis. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Gaat redelijk snel. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept hem reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is mag dood. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rij dan niet stilletjes mijn huisje voorbij. Maak me dood. Nou ja, even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Aankutten met Old School Flash Games. Sinterklaas.nl. Krijg van mij een duimpje omhoog. Dat mag je ook bij deze video doen. Zie ik je terug bij een andere video. Doei! En een fijne Sinterklaas.